Dit is Jan. Jan staat in de kantine van de oudste voetbalclub van Curaçao, CVV Willemstad. Hij heeft al 3 weken chikungunya. Het is een drama totaal, want je bent ook afhankelijk van andere mensen die je komen helpen. En mijn keuken staat achter de bar en dan moet ik iedere keer omlopen en daar heb ik geen energie voor om dat te doen. Dus het is een beetje, alleen de bar is dan open en de keuken is dan even gesloten. En Jan is niet de enige met chikungunya. In de praktijk van dokter Charize Kalor zit de wachtkamer vol. Het is een nieuw virus en ik denk het feit dat het een nieuw virus is en mensen ook geen immuniteit in het verleden hebben opgebouwd bij een virusinfectie, dat het ook zo is dat er veel nieuwe gevallen zijn van chikungunya. Als ik kijk naar onze praktijk, waarbij we ongeveer tussen de 50 tot 60 mensen zien, schat ik zo in dat we 5 tot 10 nieuwe gevallen van chikungunya per dag zien. Chikungunya is het gesprek van de dag. Bij de SVB, waar je je moet melden als je ziek bent, is zelfs een apart loket. Uitzendbureaus beleven gouden tijden. Zelfs het ziekenhuis Seos moest een deel van haar operatiekamers sluiten door personeelsgebrek. Bijna iedereen kent wel iemand die de ziekte heeft. In mijn kaas heb ik nog 5 jaar zeker. 5, ik heb misschien een paar andere, 2. Ik zie, mijn kaas heb 2. Ik heb een kaas heb ik ook 1. Veel Curaçaonaars zoeken hun heil in alternatieve middeltjes, zoals hier bij kruidendeskundige Dina Veres. Papaya is de plant die verlichting moet brengen. Papaya is hier te vinden, dus mensen hebben dat zelf in de tuin. Het is goed dat mensen weten hoe ze dat moeten maken. En mensen die de advies nodig hebben of die willen dat ik dat voor u maak, dan doe ik dat. De overheid van Curaçao is inmiddels begonnen met een grote schoonmaakcampagne in alle wijken van de stad en ver daarbuiten. Elke dag rijden spuitwagens met bestrijdingsmiddel door de straten van Willemstad. De toerist op Curaçao lijkt vooralsnog de ziekte te ontlopen. 200 patiënten melden zich tot dusver in Nederland. Kijk mevrouw. Ja. Kijk, dit is de papaya extract. Ja. Die ingevroren is. Ja. Dit doet u inderdaad. Ja, dat is het.